Je bent de winnaar van de cultuurprijs Overijssel. Had je dat nou verwacht? In het begin niet, maar de afgelopen week wel. Omdat ik eigenlijk ergens anders moest zijn en de organisatie drong wel heel erg op aan dat ik vandaag aanwezig zou zijn. Dus toen had ik wel een vermoeden dat misschien die prijs zou binnenslepen. Maar ik ben nog steeds heel erg verrast en heel erg vereerd en blij dat het gebeurd is.